Zou jij graag willen wonen in Oranjestraat, waar je buren hun voortuin hebben verbouwd tot voetbaltribune? Als makelaar in woongeluk valt mij op dat sommige mensen hun straat helemaal versierd hebben met oranje vlaggetjes. En mijn vraag is dan ook, wat is het effect van het EK voetbal op het samenwonen in zo'n straat en wat doet dit met zo'n buurt? Je buren kies je natuurlijk niet uit, maar ze vervullen wel een belangrijke rol. Wie vangt de pakketjes op het moment dat jij niet thuis bent? Of vangt je kinderen op het moment dat jij nog in de file staat? Of als jij de trap afvalt, wie zijn er dan als eerste te plaatsen? Kortom, je buren zijn het eerste sociale vangnet om je heen. En door de coronalockdown ging het natuurlijk vooral over het gebrek aan contact en gebrek aan interactie met andere mensen. En uit mijn woongelukscan blijkt dus dat het merendeel van de invullers gewoon last hebben van het niet hebben van een rijk sociaal netwerk. Dus aan de ene kant hebben we zoveel behoefte aan menselijk contact en aan de andere kant vinden we dat lastig om te realiseren. Is het EK dan een middel om het sociale netwerk te verstevigen, omdat we dan opeens een gemeenschappelijk doel hebben of een gemeenschappelijke vijand? Of is het juist omdat we onze voortuin kunnen gaan gebruiken als sociale ontmoetingsplek? Ik ga het bekijken, ik ga bezoeken Erik. Ik zit hier met Erik en Erik is de eigenaar van deze mooie voortuin. Klopt, dat is een helemaal als een bus. Ja. Hey, en jij vertelde me dat je hier eigenlijk niet eens zo'n grote voetbalfan bent? Totaal niet, maar ik doe het voor de wijk. En zit je dan nu ook hier met heel veel mensen? Verschillend. De ene keer met 5, de andere keer met 30. Maar dit is dan wel een soort verzamelplek geworden voor mensen in de buurt? Ja, de hele wijk weet dat ze hier gratis koffie kunnen halen. Want toen ik hier net was, zei Erik van daar is de koffieapparaat. Je tuurpan, alles is hier. TV, alles is er. Ja. Doe je dit vaak? Het hele jaar door. Het hele jaar door is hier bij jou je voortuin? Ja, een sociale ontmoetingsplek voor de hele wijk. Klinkt mooi, hè? Nou, het is ook heel erg mooi. Want dat blijkt dus ook, je voortuin juist een hele belangrijke rol vervult in, ja, als sociale ontmoetingsplek. Wie wil, komt en wie niet wil, is ook goed. Als je komt, is goed. Als je niet komt, is ook goed. Je kan op twee manieren kijken naar oranje vlaggetjes in de straat. Je kan je eraan ergeren en zeggen van, nou ja, ik haal mijn neus ervoor op, ik heb er niks mee. Of je kan ook kijken wat het bijdraagt aan het sociale contact in de straat. Hoe helpt zoiets de sociale cohesie te vergroten? Hoe kan het bijdragen aan het vergroten van jouw lokale netwerk? En dan worden die vlaggetjes opeens een signaal voor de verbondenheid in een straat of in de buurt. En als je dan niet van voetbal houdt, nou, maak je dan geen zorgen, want over 4 weken zijn ze allemaal weer weg. Laat mij in de comments weten hoe je dat zelf ervaart. Hebben jullie zelf ook zoiets in de straat? Ik vind foto's leuk, die kun je in de Facebookgroep posten. En vergeet je vooral ook niet te abonneren op mijn kanaal, zodat je geen aflevering hoeft te missen.